Welkom bij de les van het zuur-base evenwicht. In ons lichaam is er een constant evenwicht tussen zuren en bazen. Dat is nodig, want de enzymatische celprocessen werken enkel in een nauwe range tussen een pH van 7,35 en 7,45. Daarbuiten vallen vele processen stil. Toename van de zuren veroorzaakt een acidose en toename van de bazen veroorzaakt alkalose. In ons lichaam worden voortdurend zuren geproduceerd. Het grootste deel bestaat uit vluchtige zuren en een klein deel uit niet-vluchtige zuren. De niet-vluchtige worden door de nieren uitgescheiden. De zuren worden omgezet naar CO2. Dat wordt via de longen uitgeademd. CO2 is geen zuur, maar gedraagt zich in ons lichaam wel als dusdanig. Het is dus een goede parameter om weer te geven hoe het in ons lichaam is gesteld met de vluchtige zuren. H2CO3 zal door bepaalde processen worden omgezet naar H+ en bicarbonaat. Bicarbonaat is het meest voorkomende base in ons lichaam. Het wordt uitgescheiden door onze nieren. Indien we meer nood hebben aan bazen, kunnen onze nieren de uitscheiding ervan verdragen. Base excess verwijst naar de hoeveelheid bazen in ons bloed. De normale range situeert zich tussen min 2, hierbij spreken van base deficit, en plus 2 milliequivalent per liter. Dan spreken we van base excess. We kunnen dit gebruiken om te differentiëren tussen metabole en respiratoire oorzaak van acidose of alkalose. Het base excess staat voor de metabole component en de partiële CO2-druk voor de respiratoire component. Het belangrijkste base is bicarbonaat. Afwijking van de concentratie bicarbonaat zal dus ook afwijking in base excess geven. Base excess is net iets breder, vermits ook de andere bazen erbij worden geteld. De normale zuurtegraad of pH ligt tussen 7,35 en 7,45. Bij lagere pH spreken we van acidose. Bij hogere van alkalose. Acidose kan worden veroorzaakt door te veel aan CO2 of door te weinig aan bicarbonaat. Alkalose kan worden veroorzaakt door te weinig CO2 of te veel aan bicarbonaat. Een acidose of alkalose kan deels of volledig worden gecompenseerd. Zo kan bijvoorbeeld bij te veel aan CO2 het lichaam via de nieren minder bicarbonaat uitscheiden, waardoor de pH deels of volledig normaliseert. Compensatie via de nieren gaat trager dan respiratoire compensatie. Eigenlijk ontstaat het hele evenwicht of onevenwicht door de restproducten van enzymatische processen, waarbij de ene keer zuren en de andere keer bazen vrijkomen. Voor ons is het belangrijk de normaalwaarde te kennen. De normale pH ligt tussen 7,35 en 7,45. De arteriële pCO2 ligt tussen 35 en 45 mm kwik. De arteriële bicarbonaatconcentratie ligt tussen 22 en 28 milliequivalent per liter en de base excess tussen min 2 en plus 2. Merk op dat de verschillende parameters verschillende eenheden hebben. Dat is voor onze berekeningen niet van belang. Op arteriële bloedgassen meten we ook de oxygenatie. Hierbij zien we de partiële zuurstofdruk of PaO2. Deze ligt tussen 80 en 100 mm kwik. De saturatie ligt tussen 95 en 100%. Merk op dat het verband tussen de saturatie en de partiële zuurstofdruk niet lineair is. Hiervoor verwijzen we naar de zuurstofdissociatiecurve van oxyhemoglobine. Deze wordt uitgelegd in de les oxygenatie. Het is belangrijk het verschil te kennen tussen hypoxie, zuurstoftekort in de weefsels, en hypoxemie, zuurstoftekort in het arterieel bloed. Als de resultaten van ons bloedgas wijzen op hypoxemie, moeten we ons de vraag stellen: gaat het om een reële hypoxemie of komt het omdat we het staal per ongeluk toch veneus hebben afgenomen? Komt het resultaat overeen met de kliniek en de gemeten saturatie door de pulsoximeter? Als er duidelijk te veel zuurstof aanwezig is, kunnen we op basis hiervan de zuurstoftherapie afbouwen. Hypocapnie betekent dat er te weinig CO2 in het bloed zit.
De afgifte van CO2 via de longen is dus verhoogd. Dit veroorzaakt respiratoire alkalose. De oorzaken worden besproken in de les over alkalose. Bij hypercapnie spreken we van een CO2-overschot in het bloed. De oorzaak ligt meestal in een te weinig afgifte ter hoogte van de longen, maar kunnen deels ook liggen in een verhoogde aanmaak door stijging van het metabolisme. Hypercapnie veroorzaakt een respiratoire acidose. In arteriële bloedgassen kunnen we facultatief ook lactaat en carboxyhemoglobine laten bepalen. Lactaat wordt besproken in de les acidose. Carboxyhemoglobine is de binding van het giftig gas CO of koolmonoxide aan hemoglobine. Koolmonoxide is een restproduct van onvolledige verbranding dat vooral voorkomt in wintermaanden door slecht geventileerde kachels. Het bindt 250 maal sterker aan hemoglobine dan zuurstof. Hierdoor ontstaat er een extreme competitie tussen zuurstof en CO om hemoglobine te binden. Dat geeft hypoxie ter hoogte van de weefsels, terwijl de saturatiemeting nog normaal kan lijken. Bij een carboxyhemoglobine minder dan 10, denken we vooral aan rokers. Is het meer dan 10, geef dan 100% zuurstof. En overweeg desnoods hyperbare zuurstoftherapie. Bij analyse van arteriële bloedgassen gaan we heel eenvoudig en gestructureerd te werk. Eerst kijken we naar de pH. Neigt de pH naar acidose of naar alkalose? Ook als de pH binnen de normaalwaarde valt, moeten we ons toch de vraag stellen: neigt deze naar acidose of alkalose? Hoe weten we of de oorzaak respiratoire of metabool is? Hoe weten we of er een compensatiemechanisme bezig is? En of deze compensatie partieel is of volledig? Ten slotte kijken we ook de oxygenatie na.